IWG doet exact wat de naam aangeeft. Zij verzorgen internationaal werkplekken voor alle type klanten. Dit doen ze onder de brands Regus en Spaces. En we gaan een drietal van deze locaties bezoeken. Hey Karin, wat een gave locatie is dit. Hey Kevin, ja, geweldig hè. Dit is een van onze nieuwste vestigingen hier in Amsterdam, aan het IJ. Dit is Regus Kraanspoor. Ik ben uitermate trots op deze vestiging. Ja, snap ik. Hey, naast dat het aan het IJ zit, wat maakt deze locatie dan bijzonder en speciaal? Nou, de gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren enorm veel zijn best gedaan om dit gebied in Amsterdam-Noord her te ontwikkelen. En ik denk met heel groot succes. Het is niet alleen de bedrijven die dit nu heel interessant vinden, maar ook heel veel mensen gaan hier in die nieuwe appartementencomplexen wonen. Het leeft ook echt hier, het bruist. En het is heel aantrekkelijk voor beide bedrijven en mensen om hier te komen wonen. En er zitten er meerdere bedrijven in dit pand. Wat voor soort bedrijven komen we dan tegen? Nou, wat wij zien zijn voornamelijk bedrijven met jonge mensen. Want het is heel goed bereikbaar vanaf het Amsterdam Centraal Station. Met het pontje. Het is goed aan te rijden met de auto. En doordat het zo bruist hier in de omgeving, willen mensen hier graag werken. En als je jong talent wil aantrekken, moet je op dat soort plekken jezelf gaan vestigen. Ja, en wat moet ik me nou voorstellen bij flexibele werkplekken? Nou, flexibel is exact zoals je het zelf al zegt. Je kan er alle kanten mee op, want je kan bij ons, bij IWG, over de hele wereld een werkplek reserveren. Maar het houdt ook in dat je of bij ons een membership kan hebben en in een gezamenlijke ruimte kan gaan werken. Maar we hebben ook kantoren die je kan huren. Dat betekent dat je daar alleen kan gaan zitten of met meerdere mensen. En als er een project komt, waarbij je bijvoorbeeld moet opschalen voor een projectteam, kan je extra ruimte bijhuren voor een bepaalde periode. En op het moment dat je bedrijf minder goed gaat of je zegt mijn project is voorbij, kan je ook zeggen, nou ik ga wat kleiner zitten. En het meest flexibele is toch wel dat je bij ruim 3300 vestigingen over de hele wereld van IWG je contract kan oppakken en kan verhuizen naar een ander land of een andere locatie. Dat is dus over de hele wereld, maar hoeveel vestigingen zijn er dan in Nederland? We hebben op dit moment 105. En die concentreren zich niet alleen op de Randstad, maar we hebben een footprint door het hele land. En we proberen de aankomende jaar die footprint van 105 nog verder uit te breiden. Helemaal goed. Zullen we nog een andere locatie bezoeken? Lijkt me hartstikke goed. Hey Karin, ik heb je gewoon weer gevonden. Hé, hey, ja, ik kan het al een beetje raden, maar op welke locatie zijn we nu? Nou, je hebt het denk ik al gezien. We zijn op Schiphol. Ja. En we zijn bij Spaces, een van de labels van IWG in Nederland. En dit is de laatste Spaces die geopend is. Helemaal brandnieuw en een hele mooie hub voor bedrijven die graag willen samenwerken met Microsoft bijvoorbeeld. Want daar zitten we mee hier in het pand. En wat er dus gebeurt is, bedrijven die partner zijn of dicht bij Microsoft willen zitten, die komen specifiek hierheen. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen voor hun hier zijn. Iedereen kan hier kantoorruimte huren. Maar we merken wel dat dit een hub is voor IT-bedrijven en voor artificial intelligence bedrijven. Want er vallen me eigenlijk ook meteen twee dingen op. Eén, het uitzicht. En twee, ik vind de inrichting echt heel mooi. Is echt prachtig. Ik moet ook zeggen, de eerste keer dat ik hier binnenkwam had ik ook zoiets wat ontzettend mooi. Het is ook een bepaalde sfeer die het creëert. En daarmee heb je denk ik gelijk het verschil te pakken tussen Regus en tussen Spaces. De creatieve sfeer, de informele sfeer die Spaces biedt aan onze klanten, die is compleet anders dan binnen Regus. En daarmee is het ook zo mooi dat we aanvullend zijn op elkaar. Wat we natuurlijk proberen te bereiken met alle verschillende labels die we naar Nederland halen. Ja, want wat me opvalt, ik zie overal mensen werken. Als je hier nou kantoor houdt, mag je dan gewoon overal zitten? Ja, zeker bij Spaces. Daar hebben we altijd een hele grote businessclub. En in de businessclub mag iedereen gaan zitten waar hij zelf wil. En het is ook mogelijk om specifieke ruimtes af te huren, zoals degene waar we nu zijn. Deze ruimte is specifiek bedoeld voor bedrijven die het leuk vinden om met elkaar te sparren en te werken en ideeën uit te werken en dat staan te doen. Want ja, tegenwoordig is het natuurlijk wel allemaal verantwoord werken en de hele dag zitten is niet goed voor je. Dus iedereen kan hier rondlopen. We hebben een groot bord waar de ideeën opgeschreven kunnen worden en hier worden hele mooie ideeën gecreëerd. Nou, ik vond dit een hele mooie locatie. Zullen we er nog eentje doen? Lijkt me een hele goeie. Hey, wat zijn eigenlijk de trends en ontwikkelingen in de markt? Nou, een heel groot onafhankelijk onderzoeksbureau heeft een stuk gepubliceerd waarin zij hebben aangegeven dat in Nederland momenteel de markt voor de flexibele huur ongeveer rond 5% ligt.
En zij hebben ook de prognose erbij neergezet. Dat ze verwachten dat dat de aankomende jaren heel progressief een booming gaat zijn. En dat het dan 35% gaat. Ja. Dus ja, volgens mij betekent dat dat er een hele mooie toekomst terug moet gaan. Nou, zo klinkt het zeker. Hoe groot moet ik als bedrijf zijn om hier te kunnen huren? Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Een ZZP'er die alleen is, die kan prima bij ons komen huren. Daar hebben we verschillende oplossingen voor. Memberships, om in de businesscafés te werken of een privékantoor. Echte grote corporate companies, die komen ook bij ons aan tegenwoordig. Die vragen oplossingen voor meerdere vierkante meters. En dan heb ik het echt over hele vloeren. En die gebruiken ze dan als een flexibele schil voor hun onderneming. En eigenlijk alles tussen corporate en de ZZP'er is allemaal welkom bij ons. En daar hebben we diverse oplossingen voor. Laatste vraag. Zit ik altijd aan een jaarcontract vast? Absoluut niet. Bij ons kan je voor een dag huren, je kan voor een maand huren, je kan voor een jaar huren. Of zelfs nog voor 5 jaar. Maar als je gewoon een uurtje bij ons terecht wil, ben je altijd welkom. Mijn tip aan de ondernemer is dat wanneer zij op zoek gaan naar een kantoorruimte, dat zij naast conventionele huur altijd serviced offices meenemen in hun prijsvergelijk. Want men denkt dat het wellicht duur is, maar wanneer je bij conventionele huur de schoonmaak, de inrichting, de verzekeringen allemaal bij elkaar optelt, komt het prijsvergelijk vaak in het voordeel van de serviced offices uit. Het is goedkoper dan u denkt.